Hoi iedereen, ik ga vandaag bladerdeeghapjes maken. Ik heb natuurlijk eerst mijn handen gewassen, want dat hoort ook zo. Wat heb je allemaal nodig? Eerst heb ik, nou ja, wat ik allemaal nodig heb, is runder gehakt. Ja. Voor mensen die vegetarisch zijn, kan het ook zonder gehakt. Macaroni spaghetti pakket, waar je natuurlijk ook veel groentjes hebben. 20 plakjes bladerdeeg zijn 2 pakken. Kattenbedden! Hoi iedereen! Ik ga vandaag bladerdeeghapjes maken. Ik heb natuurlijk eerst mijn handen gewassen, want dat hoort ook zo. Wat heb je allemaal nodig? Eerst heb ik, wat ik allemaal nodig heb, is runder gehakt. Ja. Voor mensen die vegetarisch zijn, kan het ook zonder gehakt. Macaroni spaghetti pakket, waar je natuurlijk ook veel groentjes hebben. 20 plakjes bladerdeeg. Zijn 2 pakken. Ja, doe je als eerst. Eerst een plank pakken. Pak ik een witte, want die andere kan ik niet bij. Dat is een plaat mensen daar op de bladeren die grapjes gaan. En hiermee moet ik natuurlijk de bladdeeghapjes openmaken. Ik ga zo goed. Kijk, ze komen net uit de vriezer. Jullie zullen wel denken, moet het niet eerst ontdooid worden? Nee, want anders dan heb je niks aan het bladerdeeg. Ik kan ook alles hier zetten, schat. Ik kan ook super filmen. Oké, zo. Zo. Die hierop leggen. Dit is er 1. Aan de achterkant doe je eerst de folie erop. Leg je hem hier. Even kijken hoe moet ik hem openmaken. Pas op je handen. Ja, ja. Doe dit niet alleen, want dit mes is hartstikke scherp. Normaal gezien gebruik ik dat altijd om te kopen. Ja. 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 En ik maak natuurlijk ook gelijk deze open. Die blijft daarin. De reden waarom ik mijn handen was. Het gehakt kun je het beste daar niet zetten. Oké. Dat kan ik niet alles doen. Het beste, nee, de reden waarom ik mijn handen was. Ik moet natuurlijk alles met mijn handen pakken. Weet ik ook de hoeveelheid. Je pakt een klein beetje gehakt. Zo. Ik heb dit wel eens meer gedaan. En toen had ik het gehakt ook niet eens gebakken. Want gehakt is eigenlijk zo gaaf. Pak je deze. Die doe je een beetje te hoek. En zo. Het kan zijn dat het een beetje op het aanrecht valt. Dan laat je dat op het aanrecht. Want je ga je eerst nu even concentreren op dit gedeelte.
kan het dus zien als lumpia's. Ja, zoiets. Zijn een soort lumpia's, alleen heet het blaaddeeghapjes. Dat het ook echt van blaaddeeg is gemaakt. Blaaddeeg is superhandig. Je zorgt er ook voor dat de achterkant goed dicht zit. Dus nooit bestrijk je het met ei. Maar het doet, ja, of met water, dat kan ook. Ja, maar doe dit niet. Want wat ik doe is een mini beetje olie. Zo. Dan zullen jullie wel denken dat is veel te veel. Maar nee, ik doe gelijk even heel de bakbodem van de bakplaat op de met olie invetten. Het handigste is natuurlijk een bakpapier, maar ja, dat ik kan je dingen nog even schrijven. Wat? Met die bakolie kan je je zonnedingen nog. Voordat ik het in het aanrecht deed, gaf Erika mij een goede tip om de bladdeeghapjes te bestrijken met olie. Je kan het beste olie doen in plaats van boter. Want in olie zit minder vet. Vier. Ik had het gelukkig net niet in het aanrecht gelegd. Dat is ook wel een voordeel. Zo. Oké, nu pakken we een mini beetje gehakt. Nog minder dan de vorige keer, omdat je anders meer gehakt hebt. Dan komt er. Maar zo leer je er weer van. Zo. Kijk. Zo. Jullie zien ook dat ik loonbandjes aan heb. Daar ga ik ook binnenkort een vlog over maken. Die heb ik een keer gekregen van iemand. Maar die links heb ik een keer van iemand gehad. En de rest heb ik zelf gemaakt. Ja, van mij. En ik heb ook heel veel loonbandjes van Erika gehad om te maken. Dat is wel een voordeel. Zo. Hier is er nog genoeg olie op. Dus inbreien. Dan vind ik het een beetje onzin om olie er nog bij te doen, want veel olie is ook niet goed. Zo. Zo. Schat, je moet even iets even aandrukken. Ja, doe ik. Dat doe ik. Zo. Zo. Ik kan het dus zien als lumpia's, mensen. Hij voelt koud aan, maar die kou die moet ik even verbijten. Dus even niet aan denken. Want het is zo klaar. Dan ga ik daarna, als het helemaal klaar is, mijn handen wassen. Dan doe ik de oven voor verwarmen. Want ik ben niet zo snel door mijn spierziekte dat ik in één keer alles in één keer kan doen. Want dan zou ik de oven afkoelen. En dat is niet de bedoeling. Zo. En zal ik vertellen wie jij de bladdeeghapje hebt leren maken? Van jou? Ja, van mezelf. Ik heb al Erika geleerd om bladdeeghapjes te maken. Ik kan het zelf even niet, omdat ik met mijn been nog zit. Ik moet alles gaan zitten doen. Oh, maar ja, alhoewel. Voor een deel. Erika heb het een keer gedaan, toen heb ik gekeken. En ik dacht van, ik doe het weer. Dus ik op Smulweb heb gekeken, een goede site voor recepten. En toen zag ik hoe dat moest, dus. En ik heb ook van school uit, van mijn vorige school, van mijn tielschool, heb ik ook nog recepten voor bladdeeghapjes.
toen kwam ik eigenlijk op het idee. Maar het meeste heb ik van Erika geleerd. Zo. Oh, nu zien jullie dat het een beetje gescheurd is. Dat maakt niet uit. Kan gebeuren. Beetje met de olie eroverheen en klaar. Ja. Doe er ook olie op. Zodat het minder los gaat. Zo. Moffie? Inkom. Nee. Dat staat erop. Mensen dat moest niet weg. Want ze zien ook dat er bij ons gezin ook niet altijd roze en wat klein is. Echt een stomme dingen hier. Maar vonden jullie dit nou een leuke video? Like en deel hem dan. Abonneer op ons kanaal. En ja, druk op het belletje om elke uitzending van ons niet te missen. Bedankt voor het kijken. Graag tot ziens. Doeg. Doeg. Katzenvetten.